Steven, hoe erg kijk jij eigenlijk uit naar de komende Giro? Ik denk dat het wel algemeen bekend is dat dat mijn grote doel wordt voor het seizoen. Dus voor mij zit het al lang in mijn hoofd en ben ik er nu de komende maanden veel mee bezig om daar in vorm te zijn. Wanneer is hij eigenlijk al voor jou begonnen qua voorbereidingen, qua planning? Dat begint eigenlijk al in november als we met de ploeg bij elkaar zitten. We gaan daar kijken wat we nodig hebben om met welke ploeg we heen gaan en wat de voorbereidingen moeten zijn met het materiaal. Alles moet in gang worden gezet. En ik moet zorgen dat ik mijn trainingen goed ga doen. Dit jaar lijkt er aandacht logischerwijs na afgelopen jaar er veel meer op te liggen. Iedereen kijkt naar jou nu, naar de Giro. Hoe anders is dat voor jou in die voorbereidingen met alle pers die wat van jou wil weten, met alle fans die benieuwd naar je zijn? Dat komt er als enige eigenlijk bij. Voor de rest zal ik niet veel veranderen in mijn voorbereidingen of mijn doen en laten. Maar goed, ik denk dat ik nu misschien wat meer naar voren word geschoven inderdaad als kanshebber. Tenminste, zo zie ik mezelf wel. Dan hoort dit erbij. Dat geeft misschien een beetje dat extra druk die je ook wel nodig hebt om te presteren. Er zijn twee nieuwe renners op voorspraak voor jou bij de ploeg gekomen. Stef Clement en Jurgen van den Broek. Hoe belangrijk zijn die voor jou straks in de Giro? Voor mij was het gewoon heel belangrijk om twee jongens erbij te krijgen die we dit jaar tekort kwamen, vooral in het Hooggebergte. De ploeg is met een aantal namen gekomen en hebben we naar gekeken wat bij ons past. Daar zijn Stef en Jurgen uitgekomen en daar ben ik wel heel blij mee. Als je kijkt naar de renners die komend jaar de Giro willen gaan rijden, dan is dat bijna een peloton wat ook zo in de Tour had kunnen starten. Hoe kijk je daarnaar uit dat je juist naast alle grote mannen waar je bij hoort, daar nu kunt gaan strijden voor die Giro? Zeker. Het is alleen maar mooi dat er zo'n breed startveld straks aan begint. Maar ja, ik denk dat Nibali en Valverde ook geen kleine jongens zijn waar ik afgelopen jaar tegen heb gereden. Dan zie ik komend jaar aan het begin van de Giro wel wie het allemaal zijn. Dan ga ik niet kijken hoeveel jongens met grote namen nu exact aan de start staan. Ik zal het toch allemaal moeten kloppen als ik wil winnen. Daar gaan we voor werken. We hebben natuurlijk heel veel gesproken over de Giro. Rij jij bijvoorbeeld ook de Waalse klassiekers, Amstel Gold Race, Luik Bastenaken Luik? Nee. De focus ligt echt op de Giro. Die periode is voor mij te belangrijk om op hoogte te gaan. Dus de klassiekers gaan daar niet in. Nee. En daarna Vuelta als kopman als het allemaal goed gaat. Wat is daar plan? Ja, het is vooral nu eerst inderdaad Giro. En dan gaan we na de Giro verder kijken hoe we de Vuelta aanpakken. En in welke hoedanigheid en met welke ploeg. Ik wil gewoon proberen twee keer in het seizoen te pieken in een grote ronde. Twee keer pieken in de Vuelta. De aanloop daar naartoe. Wat zijn de wedstrijden die jij richting Giro gaat rijden? Voornamelijk Parijs-Nice, Catalonië, een hoogtestage daarna en dan de Tour of Yorkshire waarschijnlijk. Waar gaat die hoogtestage zijn? Tenerife.